Erik de Vogel, voornamelijk bekend als Ludo Sanders in Goede Tijden, Slechte Tijden, maakt zijn entree als inspecteur Kramer in de aankomende dramaserie Een Moord Kost Meer Levens. Het is een rol die naar meer smaakt voor de ervaren acteur, zoals hij vertelt in een gesprek met het ANP. De dramaserie, gebaseerd op het gelijknamige boek van Peter R. De Vries uit 1994, vertelt het aangrijpende verhaal van Paul Spruit. Zijn vader wordt gearresteerd voor een dubbele kindermoord. En in een reeks gebeurtenissen steekt Paul zijn gewelddadige stiefvader neer in blinde woede. Inspecteur Kramer, gespeeld door De Vogel, wordt omschreven als een hardliner, een rechercheur van de oude stempel met een zwart-wit kijk op goed en kwaad. Dit zorgt voor spanning in de serie, vooral gezien de verschillende benaderingen van zijn mederechercheur, gespeeld door Terence Schreurs. Ondanks jarenlange betrokkenheid bij zijn rol als Ludo Sanders, blijft De Vogel enthousiast over deze karakterdynamiek. Hij benadrukt zijn beschikbaarheid voor diverse rollen en de nieuwe serie bood hem die gelegenheid. Hoewel genieten van een nieuwe rol een motivatie was, benadrukt De Vogel dat de voornaamste reden om deel te nemen aan het project was dat de rol interessant was en het script mooi. Hij waardeert de integere benadering van het project ten aanzien van de nalatenschap van Peter R. de Vries, waarbij de nabestaanden nauw betrokken waren. De acteur, op zijn 62ste, beschouwt zichzelf als een klein onderdeel van het geheel, maar is zeer tevreden met het eindresultaat. Hij benadrukt de bijzonderheid van het verhaal dat verteld wordt vanuit het perspectief van de dader en verwacht dat dit door het publiek gewaardeerd zal worden.